Meisjes. Op het moment zien we dat professor Piet binnenkomt en zijn assistent dokter Anders Willem. We zijn hier op de Bijbelschool voor gevorderden voor Bijbelonderzoek. En ik vraag of jullie heel stil willen zijn, want er volgt nu een heel bijzonder onderzoek door professor Piet en zijn assistent dokter Anders Willem. Goedemorgen jongens en meisjes, goedemorgen dames en heren. Nou, zoals je wel weet ben ik professor Dr. Anders ingenieur Piet, praatjesmaker. En ik ben inderdaad van de Hogeschool voor Bijbelonderzoek. En ik ga jullie vandaag iets heel spectaculairs, iets heel bijzonders laten zien. Aangezien ik belast ben met alles onderzoeken van de Bijbel, gaan we vandaag ook iets onderzoeken uit de Bijbel wat waar is. En wel is het belangrijk of je gevuld bent met de Heilige Geest, ja of nee. Nou, de Bijbel gaan heel veel over te zeggen, maar wij wetenschappers nemen niet alles zomaar aan. Wij controleren alles eerst door middel van proeven. Het is ook weer zo'n proef om te kijken of het belangrijk is of je gevuld bent met de Heilige Geest. En voordat we daarmee beginnen, laat ik even een assistent voorstellen. Dit is Willem Eefdeel. Hij heeft net afgestudeerd, dus hij is nog een beetje zenuwachtig, maar we hopen dat alles goed zal gaan. Zoals jullie zien, kinderen, hebben we hier drie ballonnen. Ballon A, ballon B en ballon C. En alle drie ballonnen, die stellen eigenlijk iemand voor, een persoon voor. Ballon A is iemand die niet naar de kerk gaat en die zei ik ook niet geloof. Die gelooft, ja, niet zichzelf, hè, zoals de wereld doet. Ballon B, die gaat wel naar de kerk, maar ja, het zeggen we ook allemaal maar heel weinig. Hè? Ballon B, ballon C daarentegen, die gaat ook naar de kerk, die gelooft ook, maar die is ook gevuld met de Heilige Geest. Heel belangrijk, heel belangrijk. Gaan we ze even onderzoeken. Daar hebben we ook een heel leuk iets bij ons. We gaan even vertellen hoe die personen denken over de Bijbel. Er staat de Holy Bijbel, de Heilige Bijbel. Persoon A. Voor hem is de Bijbel eigenlijk een leeg boek. Hij kijkt ernaar. Ja, hij ziet er eigenlijk nooit, maar als je naar kijkt, is het ook helemaal leeg voor hem. Hij begrijpt er ook niks van. Komt B daarentegen? Ja, die gaat naar de kerk. En die leest ook af en toe de Bijbel. Maar ja, daar is voor de Bijbel ja, een beetje historisch boek, cultureel boek. Het is een boek met plaatjes. Hij begrijpt er wat van, maar leeft niet echt voor hem. Klopt C daartegen? Klopt C, dat is een persoon die vervult met de Heilige Geest. Voor die is de Bijbel een kleurrijk boek. Hij is een heel mooi boek. Het staat vol met kleur, vol van wijsheid, vol van inzicht. Haalt allemaal uit de Bijbel. Dat is dus ballon C. Maar als ik hem weer zie, heb ik nog een emmer met water staan. Hij is een beetje voor het eerst, kun je wel merken vandaag. Hè? Kijk, en die emmer, die stelt de kerk voor. En dat water stelt de Heilige Geest voor. Heilige Geest is ook wel de kracht van God genoemd. Oké, zet maar rustig neer. Ja, dankjewel Willem, dankjewel. Oké, nu gaan we eens even kijken. Mom A, hij is droog van buiten, hij is droog van binnen. Hij weet eigenlijk niks van de kerk af, laat staan van de Heilige Geest. Hij wil er helemaal niet in. Hij wil er niks mee te maken hebben. Blom B daarentegen, hij gaat naar de kerk, af en toe. En steeds als je naar de kerk gaat, word je ook een beetje nat. Maar alleen van buiten. Van binnen blijft hij nog gewoon droog. Dus, ja, dat is blom B. Blom C daarentegen, hij wil van buiten nat worden, maar ook van binnen. He, dus Heilige Geest komt van buiten en van binnen in die persoon. Zo, maar ik heb een vraagje voor jullie. Met welke ballon zit jullie eigenlijk? Ballon A, die eigenlijk niks gelooft, niks wil weten. Op ballon B, die gelooft wel, gaat ook naar de kerk. Voor de rest weet je ook maar niks. Hè? De Bijbel is steeds een beetje een historisch boek. Op ballon C, die gevuld is met de Heilige Geest, die ook echt kracht ervaart. Of, het kan ook zijn dat je ergens tussenin zit. Tussen A, B, B of C. Of, ja, hè? Ergens zit je tussenin. Maar
zoals je kan wel weten, hebben we één gemeenschappelijke vijand. En de assistent laat even zien wie dat is. De duivel. De duivel. Die ons allemaal kapot maken. En dan gaan we vandaag ook even heel mooi demonstreren. Of die personen tegen het vuur kunnen. Ja, eigenlijk dat kunnen tegenwoordig. Hè. Daarom zijn we ook... mijn assistent gaat alles noteren vandaag. Dus ik ben niet zo gewend assistent, maar ook alles alleen. Maar we gaan hier met de proef beginnen. We gaan kijken of ze tegen een vlammetje kunnen. Juist, tegen de duivel. Nou, ballon A. We gaan het pakken. We gaan hem gewoon testen of hij tegen het vuur kan. De assistent schrijft alles op. En kijken wat hij doet. Nou, heel prima vol. Ja, ik was zo weg. Nou ja, ze duimen zo'n persoontje komt misschien gauw weg, hè? Dat lijkt wel weer. Nou, dan gaan we B kijken. We gaan nou naar de kerk. Deze kant voor de Bijbel. Nou ja, kijk wat die vlammetje daar doet, hè? Net zo snel. Ik zag helemaal niet zo snel. We gaan even kijken. Wij hebben net gewoon gevuld van de Heilige Geest, maar echt zo belangrijk. Nou, even kijken hoor. Hou die vlammetje rond. Ah, je houdt er wel langer vol, zie je dat? Ja, dan gaat het. Ja. Oeh, hij speelt helemaal. Water zit erop. Want mijn Piet, die duikt niet blij mee. Je moet wat hoger. Ja, dacht ik ook wel. Ja, hoger. Hoger, hoger, hij gaat hoger. Ja, dan weer. Plat! Kijk. Hij wordt wel zwart, hè? Echt een duivel. Als hij die te pakken kan nemen, dan gaat hij je zwart maken, hè? Gaat hij het beste en alle leugens over je vertellen. Maar ja, hij blijft zo, hè? Dat is ook wel logisch. Want het water neemt natuurlijk alle warmte weg. Kijk, hij wordt helemaal zwart, maar er gebeurt helemaal niets, hè? Oké, iets meer naar boven. Dan knapt hij wel. Boom! Ja. Maar hoe meer deze persoon naar de kerk gaat, hoe voller hij natuurlijk wordt. Het plaatsje is helemaal gevuld. Er kan helemaal niks meer gebeuren. Maar de proef is geslaagd. Kijk, er gebeurt helemaal niks. Ik heb een paardje. Nee, ja. Ja, dat kan niet. Dat is geen water. Dan kan water niet wegnemen. Er gebeurt helemaal niks. Maar je kunt dus zeggen dat de Bijbel weer waar is. Hè? En komen we dan een beetje bij de eindconclusie uit. Het woord van God heeft toch weer gelijk, hè? Ja. Eindconclusie is gewoon, even kijken, professor. Niet lang vol, ook niet. Ja, blok 3 heeft het wel lang volgehouden. Daarom is het ook heel belangrijk dat je God ook bent met de Heilige Geest. Dat je de invulling van de Heilige Geest ook mag ervaren. En straks als je school bent, straks naar een hogeschool gaat, kom je ook allemaal in druk tegen. Als je nou over Jezus gaat vertellen, of je andere mensen gaat getuigen. Je bent gevuld met de Heilige Geest. Dan kun je ook tegen als andere kleine kinderen of volwassenen gaan pesten. Wat je daarna doet, hè? Zet een vlammetje in de ballon. Ja, die heeft gewoon niks. Als de Heilige Geest in je is, dan kun je overal tegen. De Heilige Geest vangt te zware alle klapjes op die je steeds van mensen krijgt. Je kunt heel goed tegen pesten. Van mensen doen je gewoon pijn van binnen. De Heilige Geest geeft je kracht om dat te bestaan. En de Bijbel is weer waar, hè? Voor muziek kom ik altijd. De Bijbel is altijd waar. Ik heb vandaag ook weer. Nou, bij deze proef is geslaagd. Oom Henk gaat nu overnemen. Die gaat nu vertellen hoe je de Heilige Geest moet ontvangen. Hoe je echt vervuld wordt.